geboortedag Johan Adolf Pengels herdacht. Lions Club trakteert met gezond ontbijt. En onze adjussiezanger Max Nijman is er niet meer. Goedenavond en welkom bij je eigen 10 minuten jeugdjournaal. Johan Adolf Pengel. Zijn standbeeld staat op het Onafhankelijkheidsplein. Als hij nog in leven zou zijn, dan vierde hij vandaag zijn 100ste verjaardag. Niet alle kinderen weten zoveel over Johan Adolf Pengel. Hij was de eerste leider van de NPS. En hij en VAP waren de eerste die de verbroederingspolitiek hadden opgericht. Ik weet echt niet zoveel over hem, ook niet te weinig, maar ik weet wel dat hij een goede man voor ons is geweest. Er is een straat naar hem vernoemd. Deze straat was eerst de Wanika-straat. Nu is het naar zijn naam vernoemd, Johan Adolf Pengel. Er is de Surinaamse luchthaven is naar hem vernoemd. Inderdaad, deze straat is naar Johan Adolf Pengel genoemd. En wat dacht je van ons vliegveld? Dat is natuurlijk niet voor niks. Laten we jullie geheugen even opfrissen. Johan is in 1916 geboren aan de Wanika-straat en werd in 1949 voorzitter van de Nationale Partij Suriname. Hij is lid van de DNA geweest en heeft ook de Moederbond opgericht. In 1963 werd hij premier van ons land. Maar Pengel heeft nog veel meer gedaan. De bouw van de Afobakkanam is in zijn periode afgerond. We hebben gezien dat hij in 1966 heeft gezorgd voor de oprichting van de Universiteit van Suriname. Als een cadeau, omdat ik dacht dat het toen 100 jaar Staten van Suriname was. Dus hij heeft heel veel kunnen doen. En wij zeggen vandaag, wij als jongeren, ik beschouw mezelf nog steeds als jongeren, dat wij voor ons een basis heeft achtergelaten in de Nationale Partij Suriname. Vandaag zou hij precies 100 jaar worden. Daarom waren er kransen en bloemen bij zijn standbeeld. Behalve leden van zijn politieke partij waren ook zijn broer en zus aanwezig. Arnold Kruisland heeft Pengel goed gekend. Ik heb ongeveer 13 jaar gewerkt met hem. Ik was zijn secretaris, zo luidde die beschikking die hij gemaakt heeft, tijdens en buiten kantooruren. Dat betekent dat na kantoor ik meereed, even thuis stop, om wat eten mee te nemen. En dat was het Marowijnenstraat. Tot 11 uur, 12 uur, 's avonds. Johan overleed in 1970. Maar wat hij achtergelaten heeft voor Suriname is nu nog belangrijk en mag niet vergeten worden. Een van de belangrijke zaken is nog steeds dat de NPS vandaag de dag nog steeds bestaat na 70 jaar. En wat ze niet moeten vergeten is dat de NPS er steeds voor gezorgd heeft dat Suriname, wanneer er grote problemen zijn, dat ze er komen en helpen die problemen van het land op te lossen, zodat we voor hun, de jongeren, een betere toekomst kunnen bouwen. Als hij leefde en hij was vandaag 100 jaar, dat het een mooie leeftijd was. Max Nijman is overleden. De zanger van Adjossi, Aisranang en Farawe is er niet meer. Max Nijman is 74 jaar geworden. Welke grote artiest van Suriname is overleden en welke liedjes kennen jullie van? Adjossi, nawa wortu di tranga futaki. En wat weet je allemaal nog over Max Nijman? Dat hij 74 jaar was. Dat hij ziek was, daarom is hij overleden. Inderdaad, oom Max, zoals hij bij velen bekend stond, was ziek aan zijn hart. In 2012 werd hij opgenomen in het ziekenhuis en kreeg hij ook een apparaatje voor zijn hart. Ondanks zijn slechte gezondheid zijn veel fans van hem geschrokken van zijn dood. Deze grote zanger was vooral bekend bij de oudere mensen. Die kennen zijn liederen uit het hoofd. Voor kinderen is oom Max niet zo bekend, maar er is één liedje dat ze zeker kennen. Adjossi, nawabotu, tragatutani. Max Reinier Nijman werd in 1941 in bauxietstadje Mungo geboren. Op zijn 16e had hij zijn allereerste optreden.
Het publiek genoot ervan en vanaf toen ging het steeds beter met Max zijn zangcarrière. In 1968 vertrok oom Max met de liefde van zijn leven naar Nederland om het ook daar te proberen. En ja hoor, ook in Nederland werd Max Nijman razend populair. Hij was een van de eerste Surinamers die een platencontract kreeg. Men beweert dat ik de eerste Surinamer ben geweest die dan het Surinaamse lied in een ballade heeft gezongen. In een soulstijl en blues, rhythm en blues, want voorheen werd de Surinaamse liederen wel gezongen. Maar over het algemeen ging het maar over twee deuntjes maar. Dus herhalen, steeds maar. Maar ja, ik heb geprobeerd om het een nieuwe kleur te geven. En het heeft me aardig gelukt. In november 2012 maakte Max Nijman een einde aan zijn jarenlange muziekcarrière. Omdat hij door zijn muziek Suriname bekender heeft gemaakt in het buitenland, kreeg hij van de president de hoogste onderscheiding. Groot officier in de Orde van de Palm. Ajosi. Nou wordt toe de travoetaki. No broco miati. Zo Ajosi. Max Nijman is in bijzijn van zijn geliefde heen gegaan. Zijn lied Adjossi werd heel vaak tijdens begrafenissen gezongen en nu wordt het ook voor hem afgespeeld. We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe. Leerlingen van OS Munderbuiten krijgen een gezond ontbijt van de Lions Club. En aasgieren zijn de nieuwe detectives in Peru. Het is tijd voor onze korte nieuwsblok. De aarde wordt steeds viezer omdat heel veel mensen hun afval gewoon op de grond gooien. Ook hier in Suriname zie je overal waar je gaat plastic tassen, blikjes en flesjes liggen. Zonde! Om zulke milieuvervuiling tegen te gaan hebben ze in Lima, de hoofdstad van Peru, een oplossing bedacht. Zij gebruiken aasgieren om de afvalplekken op te sporen. De vogels krijgen allemaal een camera met een GPS omgewonden waar ze vrij worden gelaten. Gieren leven voornamelijk van dode dieren en afval. Dus de kans is heel erg groot dat zij de dumpplekken vinden. Als de aasgier zo'n dumpplek heeft gevonden, gaan de mensen naar de plek om het op te ruimen en om het verder in de gaten te houden. Tot nu toe zijn al 10 aasgieren getraind om illegale vuilstortplaatsen op te sporen. In het kader van 100 jaar Lionisme zijn 4 type projecten voorgeschreven door onze moederorganisatie in Amerika, waaronder Fight Hunger. En vandaag voeren we dit project in Suriname uit. Morgens voordat je naar school gaat, ga je brood eten, appel, cornflakes, een glaasje melk. Het is goed om als je 's morgens ontbijt, omdat je goed kan presteren op school. Het advies dat de Lions ons heeft gegeven is dat elke hapje die je neemt van je brood, dat je aan een kind moet denken dat geen brood heeft. Of die dag niet voor het eten. En dat was het dan weer voor vanavond. We hopen dat je hebt genoten. Tot morgen bij een nieuwe uitzending. Bye bye!